Holy shit, wat een spanning, ouwe. Wat een spanning. Wat denk je dat het met jou zou doen? 72 uur ondergronds. Zonder toilet. Zonder normale douche. Zonder wifi. Een groep jongeren is dat nu aan het uitzoeken. Heren, ik heb hier een mysterieus tekstje. Wie wil? Olivier? Ja, leuk. Okay. Gekomen bij dit waterobstakel. Gebruik uw brein bij dit mirakel. Bent fier en vlug en sluw en sterk. En ook dit is voor u geen werk. Wilt u spoedig dit hol verlaten? Zult u de schijven moeten laten praten? Een cijfer per schijf, telkens weer. Aan het eind vertelt een muur u meer. Bij dit spel hebben jullie zowel spierballen als brainpower nodig. En een zwemdiploma, zoals je kunt zien. We zagen een bootje staan met allemaal gekke Egyptische tekens en schijven. En ik wist al dat het Egyptische tekens waren, want ik ben ooit in Egypte geweest en daar heb ik die tekens ook gezien. Dus ik wist het meteen. Als jullie straks in deze boot stappen, ontdekken jullie aan de andere kant een gesloten hek. Dit hek zit dicht met een cijferslot. Aan jullie de taak deze te openen. Ik geef jullie straks een viertal raadsels die jullie samen mogen oplossen. Het is best wel simpel, want het antwoord is altijd 1, 2, 3 of 4. Kies het juiste antwoord, manoeuvreer je naar de overkant en de muur zal je meer vertellen. Het team dat als eerste door het hek is, wint. Oh ja, je mag maar met maximaal 2 mensen in de boot. En vanaf dat moment start de timer. Het eerste raadsel. Valkenburg, een mooie stad. Met hoeveel letters schrijf je dat? Tientallen. 11. Eerst een antwoord moesten we raden, een vraag. En daaruit kon je tussen 1, 2, 3 en 4 kiezen. En echt specifiek die getallen. Tientallen. 11. V-A-L-K. Weet jullie het zeker? Want het antwoord is altijd 1, 2, 3 of 4. Ja, wij gingen allemaal tellen, alleen dat was blijkbaar niet goed. Je moest het gewoon het woord in stukjes hakken. Toen was het Valkenburg. Hoeveel? Valkenburg. 3. Valkenburg. Ja, 3. Valkenburg. 3. Maar volgens mij was dat niet hoe je het moest uitrekenen. Stad 4. Dat 3. 3 letters. Met hoeveel letters schrijf je dat? 3. Dat. 3. Oké, okay, dus we gaan voor 3? Antwoord 3. Oh, 3. Dat. Oh. Oh my god. Oh, dat. Oh. Oh. Dat hadden we echt goed gegokt. Oh. De tijd loopt. Elke keer als je een vraag had, mocht je in het bootje gaan. Pakte je dat bordje, dan sprong je op de boot. Trekte je naar voren. Wow, go. Nou, ik was gekozen als kapitein, dus ik mocht in de boot gaan zitten. En dan moest ik steeds de boot besturen en iedereen naar de overkant brengen. Ik wou me wel als kapitein, want ik vind het wel leuk om een beetje de leider te zijn. Voorzichtig! Goed dan. Ja, zo. Hoe zo, hè? 2. 3 was het toch? Ja, maar dat is... Oké, okay, dit moet. Kijk. 2. Ga. Go! Go, boys! Opschieten. Tijd loopt! Jij moet eruit, hè? Kom. Goed zo. Oké, ga eruit. Snel. Kom op. Go. Oh, nee. Ja, de boot, ja, je hebt geen stuur op die boot. Je moet gewoon trekken en dan gaat die automatisch draaien. En zeker in zo'n bocht is het moeilijk. Kan sneller. Heerlijk. Oh. Lekker. Kom maar. Snel. Lekker, ja. Go. Oké, de tijd is gestopt. Raadsel nummer 2, voor het tweede cijfer. Je rent in een race een lid van een ander team voorbij, dat op de tweede plek rent. Op welke plek ren jij nou? 2. Snel. Op welke plek ren jij? Tweede, want als je iemand in de hand bij je weer tweede. Go. Kom op, boys. Gaan we via achter. Oh. 2 is 3. Twee, drie. Zit vast. We zaten uiteindelijk vast met die boten, dat we dan recht aankwamen. En dan moest je nog die bocht gaan maken, maar dat ging niet.
Hartstikke goed, hartstikke goed. En de tijd stopt. Snel, kom op. De tijd loopt. Ja, lekker jongens. Kantelen hem, kantelen hem. Ja, kom. Heerlijk. En gaan. Go, go, go. Kom op. Niet vast komen zitten. Oh. Ja, je struggelt een beetje, ja. Dat is moeilijk. Ja, lekker, Jannie. Kom maar, kom maar, kom maar. Lekker. Kom maar. Ja, en de tijd stopt. Oké, raadsel nummer 3. Een slak is er helemaal klaar mee. Hier onder de grond en wil naar buiten. De tunnel naar boven is 5 meter. Elke dag klimt de slak 3 meter. Maar hij zakt dan ook weer 2 meter naar beneden. Na hoeveel dagen is de slak boven? 2 meter. Dan gaat hij weer 3, dat is 4. Gaat hij weer 1, 2 naar beneden, zit hij op 2. Dan weer 3, 5. 3 dagen. Kom maar niet. Ja, 3 dagen, kom maar. 3 dagen. Bravo, 3. Kom op, kom op. 1, 2, 3. Wacht. Nee, ja, 4. Want ja, 4. Als hij 3 meter is, is hij al boven, dus kan hij niet meer terug 2 meter. Ja, daarom. 4. Zeker? Nee. Nee. Wacht. Wacht, elke keer gaat hij 5 meter omhoog? Nee, die lengte is 5 meter. 3 meter omhoog, 2 zakt hij. 3 meter omhoog, 2 zakt hij. 1. 3 meter omhoog, 2 zakt hij. 3 meter omhoog, 2 zakt hij. Dan 3 keer. 3. Ja. 3 keer, dus ja. Je komt op 3. Sneller! Allemaal! Go, go! Nee, ze gaan vallen. 8! Go! Slim. We gingen met de boot gewoon op ons alle haagd, hoe haagd we ook maar konden. Super meiden. Even trekken. Inuit, inuit. Oké, de vierde vraag en tevens de laatste vraag. Er zijn 4 kamers. Jullie moeten bij 1 kamer naar binnen. Achter de eerste deur zit een moordenaar. Achter de tweede deur 2 leeuwen die al 3 maanden niet gegeten hebben. Achter de derde deur brandt een heftig vuur. En achter de vierde deur zit een dodelijk gas. Welke kamer gaan jullie in? 2. 2, ja. 2. Waarom? Waarom de tweede kamer? Omdat ze 3 maanden al niet hebben gegeten. Ze zijn al lang dood. Go, go, go! Ja, ja. Ja. De leeuwen, want die zijn al dood. Go! Go, 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 go! Zeg het cijfer, no. Zeg het cijfer. Wat cijfer? Cijfer, cijfer, cijfer. 6. Oké, oké, kom. Hij is open. 6. Nee, hij is fout. Hij is fout. Fout. Oh nee, wacht. Ja, hij is open. Ja, ja, lekker. Yes. Kom, kom. Snap. Ja, los. Ja, los. Hand af. Kom, kom, kom. Sneller. Ja. Ik vond het een hele leuke opdracht. Ja. Welkom in deze eliminatieruimte. We noemen hem vanaf nu het vertrekhol. Ik heb beide uitslagen hier. Van de jongens en van de meisjes. Wie was er sneller? Wat denken de jongens? Wij. Wij zijn wel sneller. Wij zijn sneller. Denk het ook. Wat denk je toch? Wat denken de meisjes? Ja, maar ik denk dat wij het snel zijn. Ik denk close call. Close call? Ja. De meiden wisten het hek te openen in 2 minuten en 58 seconden. En de jongens hebben een tijd neergezet. Van 3 minuten en 18 seconden. Ik had echt niet verwacht. Ik dacht echt, wij waren echt sneller, maar helaas waren dat de meiden. Heren, wat gaat er door je heen? Bloed. Ja. Bloed van alles. Alles. Ja? Ja? Baal je? Ja. 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 In het begin was ik helemaal in shock. Ik dacht zo van, oké, we hebben verloren, maar hoe zit het nu eigenlijk? Wie gaat er nu naar huis? Er gaat iemand naar huis. Ja. Ja. Jullie mogen jullie bergopblokken uit je tas halen. En zo dadelijk draai ik me om. En dan mogen jullie je blokken hier op tafel neerleggen. Met je naam naar beneden. Jullie mogen zelf husselen. En dan kijk ik niet. En zodra ik me omdraai, pak ik een blok. En die persoon gaat naar huis. De jongens die moesten hun blok op tafel zetten. En dan wisselen.
En dan moest Sherry-Ann één blok uitkiezen en daar stond dan een naam op. En die naam moest naar huis. Jongens, wie gaat het veld ruimen? Toen werd ik helemaal... ik was bijna in mijn broekpies eigenlijk. Ik was echt bijna in mijn broekpies eigenlijk. Dus mijn benen trillen helemaal. Ik werd helemaal gek. Ref, jij gaat helaas naar huis. Ja. Hoe vind je dat? Ja, balen natuurlijk, hè. Maar ja, ik kan er niks aan doen. En ja, er zit er altijd een pechvogel bij. En dat was ik. Wat vinden jullie ervan, jongens? Ja, balen. Ja, zeker. Je hebt het in elk geval ontzettend goed gedaan. Ja, je bent de kanjer. Dus mag ik een applaus voor deze jongeman? Ja, je kon er eigenlijk niet heel veel aan doen, ja. Ja, zo gaat het spel. Oké. Helaas gaat Dref naar huis. En de rest van de kandidaten die gaan ontdekken waar ze vanavond nog gaan slapen. We hebben een mancave, we hebben een giebelgrot voor de meiden. Dus slaap lekker, want morgen tikt het klokje verder richting de 72 uur. Ja, ik hoop wel dat ik goed kan slapen met al de kou en zo, maar het gaat wel lukken. Ik heb het nu niet heel koud. Het is vooral tof dat we de eerste nacht gewoon in een grot konden slapen. Dat was mijn doel. We zijn echt aan het survivalen, dus we hebben ook ons eigen zak waar thee in zit. Wat is dit? Deur. Mini tandenborstel. Echt? Ja. We kwamen in een giebelgrot aan en er stond dus eerst een tafel met een kist erop. En naast de tafel stonden van die inklapbedjes, dus die moest je eerst helemaal in elkaar maken. Die moet je in elkaar zetten. En we moesten eerst onze bedden opzetten. En ja, dat duurde ook best wel een tijdje. Het is hier volgens mij 12 graden. Wel koud, maar het is wel weer lekker, denk ik. Lekker verkoelend. Mooi slaapzakje. Maar ja, het zijn maar drie natten. Misschien nog twee. Misschien wel één. De eerste nacht vond ik eigenlijk wel een beetje een hel.